Het verkeersbeeld is in deze tijd wat rustiger dan normaal. Maar de A2 bij Waardenburg moet voorbereid worden op de toekomst. Maar die toekomst staat nog maar met stippellijntjes ingetekend. En die lijn staat bij sommige varianten wel heel dicht bij woningen. Gillester Brunsveld van de bewonersvereniging weet hoeveel mensen in zijn buurt naar de toekomst kijken. Angst van, ja, hoe moet het nu verder? Dat merk ik bij verschillende adressen. Ja, voor ons is de afwachting, wat gaat het worden? In het gunstigste geval verandert er voor ons qua wonen niet veel. Op het moment dat de A2 dus inderdaad verbreed moet worden naar 4 of 5 banen, dan zullen wij mogelijk weg moeten. Ja. En zal het ook gevolgen hebben voor de rest van de wijk. En wat vindt u daarvan als dat gaat gebeuren? Ja, dat zou ik jammer vinden. En voor wie wil vertrekken, is er onzekerheid over wat de mogelijke plannen met de huizenprijzen doen en of de huizen nu überhaupt nog te verkopen zijn. Omgevingsmanager Gert Sanders heeft namens de projectorganisatie contact met de omwonenden. We weten eind van dit jaar al welk van die 4 varianten het gaat worden en hoe we dan die verschillende knelpunten, ook Waardenburg en ook bijvoorbeeld hier de aansluiting bij Waardenburg, hoe we die vorm gaat geven en hoe dat er in hoofdlijnen uit gaat zien. Maar Gillester Brunsveld kijkt anders naar zo'n termijn. Het ergste van alles is dat die onzekerheid tot eind dit jaar gaat duren. Zo zie je maar dat snelheid een relatief begrip is.